Vandaag zijn we aanwezig op het Risk & Compliance Congres, wat zich volledig richt op RegTech. Naast me staat Floris Schorer. Floris is werkzaam bij ING. Wil je wat meer vertellen over je rol, Floris? Ja, tuurlijk. Hi, ik ben Global Head of Framework Reporting and Innovation. Wat eigenlijk betekent dat ik me bezighoud met alle compliance risk management processen die de compliance officers binnen ING moeten uitvoeren. En ik probeer ze daarin zo goed mogelijk te supporten met data, tooling en de risk management processen die erbij horen. Nou, dat klinkt wel heel bemoedigend. Nu is het wel zo, jij komt echt uit de business, hè? Je hebt jarenlang in de eerste lijnen gezeten. En nu zit je dus eigenlijk in die compliance rol. Wat zie jij vanuit die compliance afdeling als je dan toch terugkijkt naar de business? Ja, nou, ik denk dat het een bewuste keuze is geweest voor mezelf ook, maar voor ING ook, om meer mensen uit de business naar compliance te brengen. Omdat wat je vanuit de historie zag, hoe het georganiseerd was bij ING, dat er best een grote distance was tussen de compliance officers en de business. Van beide kanten overigens. Dus wat we eigenlijk willen bewerkstelligen is dat ons beleid veel meer gestoeld wordt op de business. Maar ook dat de mensen die in de landen zitten als compliance officers, dat die veel dichter op de business zitten. En dat die veel beter als sparringpartner eigenlijk kunnen fungeren met de business in plaats van als iemand die ver weg staat van wat er eigenlijk gebeurt in moet gebeuren in een bank. Je zegt uit de ivoren toren, zou ik bijna zeggen. Precies. Want gebruikten we vroeger natuurlijk heel veel. Hey, en nu ben je al een tijdje bezig met die technologie. Je vertelde vandaag al over horizon scanning. Wil je daar iets over vertellen? Ja, natuurlijk. Ja, dat is een van de voorbeelden die we hebben waar we als ING wereldwijd een tool hebben ontwikkeld waarbij we veel meer gestandaardiseerd kunnen opereren en waarvan we van ongestructureerde data eigenlijk structuur kunnen brengen, waar we analyse op kunnen doen, waar we een audit trail op kunnen bouwen. En waar we dus veel effectiever eigenlijk om kunnen gaan met nieuwe ontwikkelingen die in de markt gebeuren, om die in onze compliance risk management processen te verwerken. En dat is dus een mooi voorbeeld van iets wat ons heel erg helpt in de strategie en wat ook nog eens leuk is voor ING. Want uiteindelijk hebben we de tool verkocht aan de markt, waardoor we er ook nog een efficiëntieslag op nahouden. Ja, dan heb je het over de tool Spark, hè? Die zal de markt inmiddels al wat bekender zijn geworden. Dus natuurlijk ook leuk om te zien dat het vanuit een bank wordt ontwikkeld. Nou, alweer de laatste vraag aan jou. Je zit aan de proceskant, procedures, technologie. Hoe zie je nou eigenlijk de toekomstige compliance officer? Nou ja, ik denk dat allereerst, we hebben natuurlijk een bak met regelgeving op ons afgekregen, wat maakt dat de compliance officer veel meer gespecialiseerd zal worden in, of al is geworden misschien wel, in één bepaald risicosegment. Maar daarnaast dat we op een andere manier omgaan met het monitoren van onze risico's. En dat we dus eigenlijk veel minder procesgedreven gaan zijn en dat veel meer output gedreven, dus veel meer met data gaan werken. En dat dus de compliance officer van de toekomst meer moet focussen op monitoring in plaats van advisory. En meer data savvy moet worden. Dus daar zijn we ook enorm in het investeren binnen ING. Om de mensen die wat weten van data, om die te linken met de mensen die wat weten van compliance. Om daar een meer allround profiel van te krijgen. Zodat ze equipped zijn voor de toekomst eigenlijk. Dus een beetje een team van rekkies en techies eigenlijk. Zo is het, ja. Ja, en dat sluit dan weer mooi aan bij het thema van vandaag, hè? Ja. De RegTech. Dus, ja. Nou, leuk. Nou, dankjewel voor het korte interview en het is ontzettend leuk dat je erbij was vandaag. Nou, graag gedaan.